Frederik Gerpoel organiseert zijn verdediging. Zet zijn muur goed, want er komt een vrijschop aan van Club Brugge. Met onder meer Alexander Ilić achter de bal. Maar ook Sven Vermant, het wordt Ilić. En Gerpoel raakt die bal nog. Nee, hij raakt hem niet meer. Het is een doeltrap voor A-agent. De bal ging naast. Hier ziet u nog eens eerste dreiging uit de wedstrijd. De vrijschop van Ilić naast het doel van Frederik Gerpoel. Mitrovic naar Ikakia. En de rest volgt met De Brul die het diepst mee opschuift. Maar ruimte is er hier op de rechterflank bij Gert Verheijen. Borstcontrole en dan Anders Nielsen voor zich. Stevig duel. Bal bij de Vlaanderen. Die moet afrekenen met Dragutinovic. Gert Klaases, bal opzij. Vermant. Die wil zichzelf in schietpositie brengen. En die bal gaat niet zo ver over en naast. Tweede doelkans voor Club Brugge. Ingooi Klaases. Ze spelen intussen bijna 20 minuten. Met een goede actie van Fadiga die daar zijn bewaker perplex laat. Wie is daar blijven liggen bij Gent? Is dat Stijn Vreven? Frankie van der Elst gaat de bal buiten trappen. Fadiga heeft dat zo niet begrepen. Die gaat met de bal aan de haal terwijl Frankie van der Elst een sportief gebaar wilde tonen. Gaat Fadiga, of wilde hij tenminste, op doel afstevenen. Fadiga hier vastgehouden en dan een, ja, inderdaad een slag in het aangezicht van Stijn Vreven. Hij komt er vanaf met geel. En dat is goedkoop. Hij mag blij zijn, Khalif Fadiga. Bijna halfweg de eerste helft. 0-0 de stand, vrijschop Dragutinovic. Sandy Martens komt in schietpositie botsend. En weggehaald daar achterin door de Vlaanderen. En daar kwam Brugge even goed weg. Eerste kans voor Gent was dat. Ruim een half uur ver. Het spelbeeld blijft ongewijzigd. Hoekschop, Club Brugge. En dan in één tijd Mitrovic. Dat was nog eens een kans, een van die schaarsen voor Club. Dat wel het vaakst aan de bal blijft. Maar erg weinig in de buurt van Gerpoel komt. Spetterend voetbal blijft voorlopig uit. De Brugge met het meeste initiatief. Als thuisploeg en ploeg in de running voor de titel. Gert Verheijen. Het kaars voor zich. De bal voor Ikakia. Dragutinovic. En Gerpoel moest daar tussen komen. Want mogelijk ging die bal wel in eigen doel. Maar een goede bal van Gert Verheijen naar Elonga Ikakia. Een van de betere aanvallen. Maar daar moest Dragutinovic de meubelen redden. En Gerpoel in tweede instantie. Vermant met de corner. Verder naar die bal, net naast de kop door Dalibor Mitrovic. Twee kansen binnen de minuut. En dit waren mee van de betere uit de hele eerste helft tot dusver. De hoekschop. En dan de botsende kopbal van Mitrovic. Net naast het doel van Gerpoel. Brugge blijft baas in de match, maar niet echt overtuigend. Erik Gerrits heeft tijdens de rust een wissel doorgevoerd. Het Garas Jankauskas vervangt Dalibor Mitrovic. Jankauskas legt de bal terug tot bij Fadiga. De Klaases komt zo in schietpositie. Goeie save van Frederik Gerpoel. En de eerste helft had niet veel te bieden. Wel de tweede begint vrij spetterend met het knappe schot van Gert Klaases na nog geen minuut. Goeie parade van Gerpoel. Jankauskas naar Frankie van der Elst. Die vrij staat daar centraal. Hier is Gert Klaases. Naar buitenom Fadiga. De voorzet van Fadiga. Listige voorzet die achter het doel belandt. Nog eens een dreiging van Club, 16 minuten ver na de rust. Maar het blijft 0-0. Meteen na die actie wordt de wissel doorgevoerd. Ikakia verlaat het veld en er komt een verdediger in met Vital Borkomans. Ongetwijfeld heeft dat andere positiewijzigingen tot gevolg. Vermant, Verheijen, Jankauskas in punt. Borkomans als linksachter fel mee opgeschoven. Ilić staat nu centraal achterin. En ook Van der Elst is een rijtje naar voren geschoven. De voorzet van Jankauskas op het hoofd van Sandy Martens. Zo bij Van der Elst. En Diaye, de grijze. Met de bal nog net binnen. Voor zich Ilić. Borkomans. Naar Fadiga.
Ruimte aan de overkant bij de vrijstaande Gert Verheij. Geen buitenspel. En dan een penalty. Fout van Dragutinovic. En Allard wees meteen naar de stip. 11 meter voor Club Brugge. Gert Verheijen de controle. En dan gaat Dragutinovic in de fout. Terwijl Verheijen zich wilde vrijkappen. En zo kan Club Brugge hier na 18 minuten 1-0 voorkomen. Sven Vermans gaat de verantwoordelijkheid nemen. Oog in oog met Herpoel. Ja, Herpoel op een verkeerde been. 1-0 voor Club Brugge. Op basis van de afgedwongen kansen is dat verdiend. Maar erg overtuigend blijft het nog altijd niet wat Club Brugge betreft. Hoe dan ook, Club 1, Gent 0, 18 minuten ver in de tweede helft. Sven Vermant met zijn 7e van het seizoen. Van der Elst kort genomen vrijschop naar Gert Klaases. Gert Verheijen, voor zich Stijn Vreven. Voorzet van Gert Verheijen. Vermant op de vuisten van Herpoel. Nieuwe poging van Sven Vermant. Extra aanvallende kracht nog voor Agent. Verse kracht. Deze moet gestreden, anders Nielsen verlaat het veld. In zijn plaats komt Cédric Roussel tot dusver al goed voor 6 goals. Roussel. En Martens opnieuw geraakt en weer naar de kant. Agent blijft in balbezit. De Grijze doorgetikt naar Roussel. Pas op het veld. Maar hij kan zich niet doorzetten omdat de Bruller goed ging voorliggen. Santi Martens hinkend van het veld op 5 minuten van het einde. In zijn plaats komt Thomas Châtel met nummer 14. Vreven. 2 minuten nog te gaan in de toegevoegde tijd. Goede borstcontrole van Mark de Grijze. Naar wie gaat de bal? Naar de vrijstaande Thomas Châtel. Wordt er toch nog 1-1 Châtel? En dan handspel, dacht ik. Of is de bal over de lijn geweest? Nee. Maar bijna 1-1. De Grijze raakte die bal nog als laatst. Maar geen goal. Geen gelijkmaker voor Agent. Nog eens die kans voor Mark de Grijze. Eerst een goede borstcontrole op die pas van Stijn Vreven. Dan een prima opening naar Thomas Châtel. Wie spuurt er door? En wie krijgt de bal tegen de hand? Ja, hij is niet over de lijn geweest, dat is duidelijk. Maar appel voor handspel van Jurgen de Brul. Dat was het waar Gent zich zo druk om maakte. Allard gaat er stilaan een eind aan maken, denk ik. 4 minuten zijn we al bezig in de toegevoegde tijd, terwijl er maar 3 werden bijgeteld. Afgelopen 1-0, knappe 1-0 zegen voor Club Brugge. Verdiend op basis van het aantal kansen. Maar het spel was lang niet overtuigend. Gent was op het einde kort bij de gelijkmaker, maar kwam erg weinig in de buurt van Danny Verlinde. Al wel een vrij logische 1-0 zegen voor Club Brugge.